Zo was ik ook gewoon en ben ik nog steeds. Oh, bijna. Oh, kut ouwe. Jongere mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Room. En in deze video, zoals je kan zien, zijn we een keer wat anders aan het doen dan Black Ops 3 Call of Duty GTA. We gaan een keer Rocket League doen, jongens. Ik doe 1v1 tegen deze Pix. Pix, kom op, jongen. We gaan 1v1 Rocket League doen. En ik ben benieuwd of we dit gaan winnen. Ik ben benieuwd. Ik ben echt ruk in Rocket League. En vooral in 1v1. Want als je één foutje maakt en die guy is een beetje... Oké, hij is niet zo goed. Ik wou zeggen, en die guy is een beetje goed. Dan ben je gelijk de pineut. Hij rijdt helemaal weer voor de bal. Oké, ik ben benieuwd of we deze gaan winnen. Ik ben echt slecht in Rocket League. Dus wat ik al zei, ik ben benieuwd. En holy shit, ik ben echt heel goed. En deze man ook zo te zien. Oh my god, 2 op de paal. Hij mist die bal volledig, ouwe. Oh, wat een koning. Oké, ik denk niet dat deze man rete goed is. Ik weet ook dat ik niet rete goed ben. Maar oké. We gaan het zien, jongens, wat voor goals we gaan maken. Ik wacht gewoon een beetje af totdat die guy foutjes maakt. Dan zullen we het zien. Maar jongens, ik ben echt heel erg slecht in het spel. Dat zie je ook gewoon aan mijn speelstijl. Kijk hoe ik speel. Oh, hij ging er recht in, ouwe. Ik ben een beetje... Ik ga gewoon, weet je wat? Kunnen jullie die guy gewoon best wel hard gaan... Oké. Dat heeft zojuist niemand gezien. Want ja, ik tik hem 3 keer uit de goal die komt. Ik wou zeggen, als hij daar scoorde, werd ik gek. Dan had ik echt mijn controle het raampje uit tikt gewoon hoor. Holy shit, als die had gezeten. Ja, ik weet niet, ik ben zo klungelig aan het spelen of zo. Het is gewoon, ja oké, die gaat er wel in, dat is wel nice. Maar het is gewoon niet chill of zo. Ik speel gewoon heel erg ruk. En dat ik weet niet wat ik, waarom ik het doe. Ik speel het ook niet heel erg vaak. Maar oké, 1-0, oké, ik ben benieuwd. Pix, kom op jongen, je bent een prof. Je kan dit nog winnen. Kijk, 1 keer. Oh, ik jump op die bal waardoor hij onder mij door kan tikken. Oh, wat slecht gewoon. Oké, we staan 1-1. Oké. What the fuck, man. Hoe kan ik dit zo fucking weggooien daar? Dat is echt triest. Dat was echt triest. Trouwens, voor de mensen die heel erg gaan ergeren. Ik dunk altijd die bal voor mijn eigen goal langs. Ik weet niet waarom. Maar dan heb ik wat meer... weet niet, controle of zo. I don't know. Ik heb geen idee. Die fan, die fuck het echt ook. Geef het voor. Ja, thanks. Nog een keer? Ja, thanks. Hij scoort gewoon voor mij. Hey, thanks wel, hè. Oh shit, even zien. Thanks. Oh, wat een koning, man. Hij tikte gewoon in zijn eigen goal. Waardoor ik er gewoon een puntje erbij heb. 2-1, oké. Oh, hij geeft het op volgens mij. Oh nee. Hij wacht er gewoon af. Oké. Ik zie... Jongens, je kunt echt zien gewoon aan mij hoe ik speel, hoe slecht ik ben gewoon. Dus ja, ik verwacht niet te veel Rocket League videos. Het was gewoon puur om een keer, weet je, wat oh shit. Gewoon dat het... Jongen... Ah, ik word gebeut, jongen. Gevarieerde video's zijn, dat wou ik zeggen. Dat gewoon wel een keer wat anders komt. In plaats van altijd Black Ops 3 of GTA of weet ik veel wat. Een keer Rocket League, weet je wel. Zeker een leuk spel, alleen ja, aangezien mijn skills niet zo heel hoog. Oeh, oh, als die in de kruising ging daar, hè? Dan was dat het beginstukje voor de video geweest, dat weet ik wel zeker. Oh, ik drift hem mis. Weet ik hem weg? Nice. Oh, shit. Oh, hij mist hem ook. Wij zijn echt de slechtste Rocket League spelers ooit, ouwe. Ik zeg het je eerlijk. Oh my god. We spelen zo ruk gewoon. Hij is ook niet goed hoor, maar ik ben ook zeker niet goed. Wat voor foutjes ik maak is echt niet normaal. Zullen we gewoon 1 keer die bal afwachten? Kijk hoe hij schiet. Oké, dit is best wel een chille tactiek denk ik tegen dit soort mensen. Want die weten niet echt van, yo, hey, what the fuck ben je aan het doen? Hey, helemaal... Bam! Oké, 4-1. Volgens mij winnen we deze guy echt. Ownen we hem echt gewoon nu. Want ja, ik heb het een beetje doorgekregen hoe ik het spel moet spelen. Ik speel niet heel vaak, dus ik dacht van, weet je... We moeten het gewoon een keer doen en dan is het leuk. Oké, we staan 4-1 voor, dat is nice. Zou ik zien? Nee, ik ga... Oké, nu moeten we wel echt voor die bal gaan, voor de kick-off. Want anders, we going to lose the ball, hè? Oké, hij staat aan zijn kant, dat is mooi. Ik neem even de tijd om mijn boost te pakken. Hij raakt die bal gewoon niet. Hij kan volgens mij... Hij kan niet die bal in die lucht pakken, dat kan hij niet. Nou, tik even. Hij heeft er wel heel erg moeite mee, deze man.
Oké. Hij daagt me uit, Van even kijk, ik kan wel met die bal omgaan. Bam! Ja, die had hij niet verwacht, hè? Dat kan nog wat. Ja, zo mooi, jongen. Deze fan speelt wel geinig. Zo was ik ook gewoon. En ben ik nog steeds. Oh, bijna. Oh, kut, ouwe. Die was al sick geweest. Oké, kijk. Als die bal een tikje van de grond af is, kan hij helemaal niet raken, weet je wel. Ik hoef gewoon niks te doen. Hij kon er nog easy eruit halen. Ik dacht gewoon, fuck it, ik laat hem gewoon. Hij is geliefd. En we hebben gewonnen. GG, man. Oh my god, het slechtste potje ooit. En oh, we winnen ook gewoon nog, jongens. Maar jongens, vond je deze video leuk? Vergeet niet zeker een blauw duimpje omhoog. Zou ik super tof vinden. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. Zou ik ook super tof vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.